Ja, vrienden, ik kan er beter mee ophouden met broeken te gaan dragen. Ja, nee, ik ga ermee stoppen, want hij zakt nu weer af. Ja, weer afgezakt. Eerst van de politiek en nu van de rechterlijke macht. Ja, heb je... Ja, je kan er niet omheen, hè. Die Masmeijer, ja. Onze geweldige showmaster, onze NCRV-corrivee, ja, Frank Masmeijer is vrij, ja. En dan denk je toch, ik bedoel, dan breek je toch werkelijk zo het kopje over. Jullie en ik, die bek je open. Ah, en je denkt bij jezelf, hoe kan dit nou? Nou ja, in Nederland kan alles. In Nederland is dit gewoon mogelijk. Bij justitie geen enkel probleem. Ja, dit is het. Nederland is het land van, weet je wat we doen? Niet al te zware straffen, heel af en toe. En verder, weet je, we verlenen gewoon even een gratie. Als we gewoon ons een beetje vervelen in de week, dan zit daar gewoon zo'n rechter. Zie je het voor je? Er zit een rechter en die krijgt een verzoekje binnen van Frank Masmeijer. Nou, ieder normaal mens zou denken bij zichzelf, Frank Masmeijer, hallo, die heeft alleen maar ontkend dat hij mee heeft gedaan aan cocaïne smokkel in de haven van Antwerpen. Dus, hoezo gratie? En dan leg je dat papiertje keurig naast je neer. Nee, niet de rechter in Nederland. Die denkt bij zichzelf, nou, het is misschien wel eens tijd om het heerschap eens even in vrijheid te stellen. Ja, dat zegt zo'n halve garen. En dan moet de minister, ja, die moet daar dan niet mee. En koning, ja, onze koning Alex, ja, weet Alex veel, die krijgt een papiertje en die moet dat dan tekenen. En klaar. En nou wordt er gezegd, de koning, die stelt hem in vrijheid. Maar vrienden, het is te gek voor woorden. Want welke boodschap geef je hier nou mee af? Nee, die Masmeijer, die kan het verder ook niet helpen. Die wrijft in zijn handjes en die zingt, dankjewel. En die is anderhalf jaar eerder vrij. Maar welke boodschap? Je bent in Nederland bezig met het gevecht tegen de drugs. Die politiemensen die worden natuurlijk helemaal crazy hiervan. Van dit soort geneuzel. Want die zijn elke dag bezig om die gasten te vangen. En aan de achterkant zetten ze de deur open en verlenen ze gratie. Die mensen denken toch ook bij zichzelf, daar ga ik dus geen stap meer extra voor zetten. Nee, en welke boodschap geef je ook af aan de mensen die dit willen gaan doen? Ja, die denken bij zichzelf, die straffen vallen wel mee. En ik ga gewoon lekker in die drugs, want waarom niet? En als ik gratie aanvraag, dan heb ik misschien wel een redelijk goede kans dat er nog een mafketel zit en die zegt, ja hoor, ga uw gang maar, ga maar lekker naar huis. Nou ja, vrienden, als ik jullie was, zou ik ook maar geen broeken meer dragen.